Dirk, als ik het goed begrijp, je hebt onderzoek gedaan naar de periode van corona, de kinderen en hoe die daar door corona in het isolement waar ze zaten, wat het effect is, hoe zij naar ouderen kijken en dat ze ouderen kwetsbaarder als kwetsbaardere mensen zijn gaan ervaren. Ja, maar, dat heb ik begrepen, maar ik weet helemaal niet of ik het bij het goede eind. Nee, het is wel een beetje anders in de zin dat ik dat onderzoek niet gedaan heb, maar wel mijn fantastische doctoraatstudent of vroegere doctoraatstudent Casper Bormans. Die heeft altijd out-of-the-boxige ideeën. En nu kwam hij op dat bijzondere idee om met kindertekeningen aan de slag te gaan. Kinderen te laten tekenen over hun bejaarde grootouders en over bejaarde mensen. Om zo'n verbinding te maken over de generaties. En hij doet er van alles mee. Het is een fantastisch experiment eigenlijk. Hoe hij dan probeert positieve interventies te maken. En dat is te zien in de tekeningen. In de tekeningen is te zien hoe er een verandering is in het perspectief. Hoe kinderen hun grootouders bijvoorbeeld groter tekenen. Nabijer, dichterbij. Terwijl in coronatijd waren ze verder af, omdat er afstand nodig was. Hè. Zo van die. Dus via dat op het eerste zicht wat naïeve experiment toont Casper heel wezenlijke dingen over onze omgang met de bejaarde medemens. Hè. Dus dan is door het isolement waar die kinderen in zaten door corona, hebben ze een ander perspectief ontwikkeld over wat ouderen, wat hun grootouders. Ja, een perspectief dat ook voorheen, denk ik, al een beetje minder goed was. Namelijk afstand, een wat negatief beeld over een grootouder die ziek is en triest is en zo van die dingen. En hij probeert dat en met succes te veranderen naar een positief beeld van dingen samen te doen. En hij geeft grappige opdrachten aan de kinderen. Teken uw grootouder in een activiteit die je zelf zou willen doen. Grootvader in het ballenbad bijvoorbeeld. Zo van die dingen. Dus hij zet de kinderen aan om nieuwe en ook positieve gedachten te hebben over leeftijd, over hoge leeftijd en ouderdom. Wat een heel mooie zaak is, denk ik. En wat voor ons allemaal, ook voor ons, de zogenaamde grote mensen, erg belangrijk is. Hoe kunnen we naar ouderdom en hoge leeftijd kijken op een, ik zal zeggen, positieve, constructieve, verbindende, met een verbindende blik en niet alleen met een tristesse van negativiteit. Hè? Ook voor onze eigen oude dag. Hè? Mm-hmm. Hoe kunnen we daar wijs en verrijkend naartoe kijken? Dus eigenlijk zet je ook de ouderen weer in hun kracht met een onderzoek als dit. Door ze daar de handvaten toe te geven. Op een niet naïeve manier. Hè? Het is niet van hoera, we zijn lekker oud. Nee, maar kijk eens, we zijn oud. En we hebben dingen meegemaakt. We hebben verdriet. We kunnen niet meer wat we vroeger konden. Maar er zijn een aantal dingen bijgekomen die wel kostbaar zijn. En het belangrijkste van al is eigenlijk de verbinding tussen de generaties. Hè? Hoe kinderen met plezier naar hun grootouders gaan om daar een spelletje te spelen. In plaats van dat ze tegen hun zin gaan om daar dan stilletjes in een hoek te moeten zitten en te wachten tot het voorbij is. Ja? Dus ik denk dat het echt heel wezenlijk is voor onze maatschappij in het algemeen. Ik ben een psychiater die veel nadenkt over de maatschappij en over de problemen van onze maatschappij. En een van die problemen is eenzaamheid en isolement. En ook zo bij hoogbejaarde mensen. Dus alle initiatieven, zoals Casper die hier neemt, om verbinding te maken, om te proberen terug positieve krachten te mobiliseren, kan ik alleen maar toejuichen. En het effect op die kinderen is ook groot, zeg je, want ze zijn meer gemotiveerd of ze vinden het leuker om een bezoek te brengen. Ze vinden het erg leuk, want de kinderen, de tekeningen zijn ook prachtig. Hè? Ja. Ze zijn natuurlijk ook heel mooi samengebracht. Casper kan dat allemaal zeer goed. Hij komt oorspronkelijk uit de reclame. En hij maakt een campagne waar men bijna niet meer. Maar als je naar die tentoonstelling gaat kijken, je kunt bijna niet meer negatief over je grootouders denken, bij wijze van spreken. Het is eigenlijk een soort opsteker. Het is een soort van positieve vibe. Een soort elektroshock. Om de negativiteit van de oude dag om te draaien tot een soort curiositeit. Van, goh, ik ga toch mijn grootvader nog eens gaan opzoeken. Om eens te vragen of hij nog eens wil vertellen over dit of dat. Zo. Het geeft een ander perspectief.
voor degene die bereid is om zich daarvoor open te stellen natuurlijk. En er is een expositie, begrijp ik net. Kunnen we die ergens gaan zien? Zeg je van, nodig je mensen uit van, ga er naartoe en ga dit eens opzoeken? Dat is wat ik doe, ja. Ik zit hier in deze studio onder de tentoonstelling zelf. Hè, in dit gebouw. Dus we zijn er zojuist doorgelopen. En met een aantal mensen die, denk ik, allemaal wel erg onder de indruk waren van dat gebeuren. Dus ik zou mensen uitnodigen om naar Tilburg te komen, om in de lokhal gelokt te worden en verlokt te worden. Door een kindertekening. Juist. Ja, dat is mooi. Heeft u zelf nog wel eens, want in zo'n proces kan ik me voorstellen dat je zelf ook nog terugdenkt aan de eigen grootouders. Had u ook echt voor uzelf nog eens de grootouders in beeld gehad? Ik weet natuurlijk niet of ze dat nog is een persoonlijke zijn, vraag. Wel, kijk, maar dat is een lang verhaal. Maar ik heb eigenlijk maar één grootouder gekend tot mijn 5 jaar. De anderen waren allemaal al overleden. En dat maakt dat de tweede vrouw van mijn grootvader, dat is allemaal heel ingewikkeld, maar dat was dus geen dame die mijn bloedverwant was. Maar dat was de enige grootouder die ik had en dat was een fantastische vrouw. Een soort surrogaat oma, maar wel waardevol als ik het zo hoor. Een wonderlijk wezen die haar jeugdjaren in Parijs had doorgebracht. En dat is een van de redenen, denk ik, waarom ik nu altijd weer opnieuw naar Parijs wil gaan. Ik kom zeer graag in Tilburg, maar ik kom ook heel graag in Parijs. En had ze daar dan nog een... Had u een oma die daar ook een beetje een historie had? Natuurlijk, van, die vertelde er altijd verhalen over waarvan de helft waarschijnlijk verzonnen was. Wat heel mooi is natuurlijk. Hè. Heeft u een voorbeeldje? Wel, een voorbeeld is hoe zij... Ze was in Parijs tijdens de Eerste Wereldoorlog onder andere. Omdat haar vader een soldaat was in de loopgraven. En haar moeder overleden was. Zo was dat in die tijd. En zij kwam altijd een man tegen. Een wat rare, bijzondere, speciale man zo op straat bij het wandelen. En ik stel mij zo voor dat Erik Satie de componist moet geweest zijn. Ik ben er zeker van dat zo was. Zo, die rare man die zich heel autistiform gedroeg, zo, dat moet Erik Satie geweest zijn. Dus in die zin ben ik eigenlijk rechtstreeks beïnvloed door niemand minder dan Erik Satie. Kijk, maar dan is het ook zo, dat doen we denk ik ook wel met grootouders. Zeker als je ze kort meemaakt of een aantal van die verhalen, dat wordt een beetje je eigen DNA, hè, in verhalen. Ja, natuurlijk. Wij zijn natuurlijk onze afkomst. Hè. Dat is wat ik daar straks ook gezegd heb op de tentoonstelling. Voor jonge mensen, voor kinderen is het heel erg belangrijk om zich goed bewust te zijn van die generaties. Want dat is wat u gemaakt heeft. Hè. Wij worden gemaakt. Wij zijn niet, maar wij worden gegeven. Hè. We zijn gegevens. Wat wij krijgen is wat we zijn. En dat krijgen gaat over de generaties en over de tijden heen. En dat is wat wij dan ook daarna op onze beurt gaan geven. Aan onze kinderen en kleinkinderen. Ook aan andere mensen. Ook mensen zonder kinderen kunnen veel geven. Hè. Wij krijgen en wij geven. Dat is het leven. En is er dan ook een belangrijke rol voor ouders gelegd om dit ook mee in stand te houden? Ik denk dat dat een belangrijke rol is voor ouders, maar ook in het onderwijs. Casper werkt heel vaak op scholen ook en zo. In het onderwijs, om daar aandacht te hebben voor onze afkomst, voor waar we vandaan komen, voor de mensen die ons graag gezien hebben, die ons gevormd hebben en die maken wat we zijn. Ja, maar het mooie is dat die kinderen, die tekenen dat nieuwe perspectief, maar die ouderen worden eigenlijk opgeroepen om zichzelf met al hun, wat ze gegeven, wat hun ooit gegeven is, om dat ook weer te willen delen. Want ouderen zetten zichzelf ook wel eens een beetje op de zijlijn. Dat is zeker waar. Ja, oudere mensen denken, maar het is allemaal voorbij. Het is voorbij en ik kan niet meer en ik mag niet meer en niemand is geïnteresseerd. En het is toch maar triest. Dus mijn ervaring dus met mijn grootmoeder helemaal niet het geval. Mijn broer en ik deden niet liever dan luisteren naar de verhalen van Parijs. Veel prettiger dan spelletjes te spelen, wat ook prettig was hoor. Of andere dingen. Maar de verhalen van oma, dat was fantastisch. En ik vind dat nog altijd. Ik vind dat ook over de dood heen. Zo is mijn grootmoeder is al 30 jaar geleden overleden, maar ze is nog regelmatig bij mij om te vertellen over haar leven. In gedachten, herinneringen en al die bijzondere verhalen. Ja. Mag ik vragen of u zelf kinderen en kleinkinderen heeft? Hoe zegt u? Heeft u zelf kinderen en kleinkinderen? Ik heb zelf, dus stelt u een heel bijzonder gevoelige vraag. Ik heb één kleinkindje dat 2 jaar oud wordt overmorgen en op dezelfde dag overmorgen waarschijnlijk, maar ik kijk goed naar mijn berichten, zal mijn dochter bevallen voor haar tweede kindje. Dus ik zit helemaal in die fase van
grote vreugde over het leven en over het verdere. Ik ben zelf erg ziek geweest vorig jaar en ik ben nog altijd, hoe zal ik dat zeggen, ja, een beetje in gevaar. Hè? Ik probeer het wat voorzichtig uit te drukken. Maar het feit dat die kleinkinderen het leven verder zetten, dat er een toekomst is, dat er leven is in de eeuwigheid zo, dat altijd maar verder gaat, dat is een heel troostende en heel bemoedigende toestand. Waardoor, ja. waardoor ik met al mijn lastigheid dat heel goed kan naast mij neerleggen. Nee. Ik ben een gelukkig mens omwille van die toekomst. En stel, over 20 jaar zetten we uw kleinkind hier op de stoel. Dus is er dan een verhaaltje wat u hoopt dat ze dan vertellen? Over u? Als wie hier op als de stoel? Als uw kleinkind, over 20 jaar komen we hier nog een keer, is uw kleinkind erbij en die vertelt dan, oh, ik wil even iets over opa vertellen. Opa zei altijd, opa vertelde. Ja, dat zou ik hopen. Ik hoop dat ik nog een tijdje mag leven en dat ik dat kan meegeven, ja zeker. In ieder geval, het is een beetje hooghartig om te zeggen, maar ik denk dat het zo is. Moest ik er niet meer zijn, er zal veel over mij verteld worden. Ik heb veel geschreven en er is heel veel rond mij te doen geweest. Zo. Dat is een gedoe dat soms prettig en soms minder prettig is. Maar het zal mijn kleinkinderen in ieder geval toch wel iets geven om verder te gaan. Ja. En een beetje ondeugende opa ook soms, denkt u? Het is nog erg klein, hè? Maar jawel, we proberen toch grappig te zijn. Ja, ja. En een beetje gek te doen, zo. Dat moet een psychiater ook wel doen. Hè? Ja, ja, precies. Ja, ja. Dat maar mooi. Er is geen specifiek verhaal waarvan u zegt, dit ga ik vertellen aan mijn kleinkind als ze 4 is. En zoals het verhaal van uw grootmoeder in Parijs. Oh, ik kom... Maar dat is nu wel heel persoonlijk. Maar mijn dochter, die dus de moeder is van mijn kleinkind, is gemaakt in Parijs. Oh, geconcipieerd in Parijs. Maar het verhaal wat en mijn kleinkind zelf, Celeste, is mijn kleinkind, is ook gemaakt in Parijs. Geconcipieerd in Parijs. Je bent dus echt verbonden daarmee. We zijn Parijzenaars eigenlijk. En we gaan dat zonder twijfel met veel overdrijvingen en allerlei verzonnen verhalen nog vertellen. Nou, als het verzonnen is, dan mag er misschien ook nog wel een leuk Tilburgs verhaal bij verzonnen worden. Wel, dat is waar. Ik zal dat meenemen. Ja, dat vinden wij leuk. We hebben, want Casper staat de hele tijd op de stoel en die is een beetje door de regie van, wil je ook even, maar die zit te genieten volgens mij, als ik het goed zeg, Casper. Ah, hij hoort dat ook. Ja, ja, dus die zat te genieten. Dus die, het programma zit erop helaas bijna. Dus we kunnen ja, maar laat me keer... toch duidelijk, het gaat hier over Casper. Het gaat hier niet over Casper. Mij. Klopt, ja. Het is een beetje raar. Zo, maar dit was een perfecte... Ja, Casper komt uit de reclamewereld, zei u net. Ja. Dus dit was een hele mooie reclame voor een prachtige expositie. Ja. Een mooi verhaal. Ja. Ik ben dan ook de promotor. Hè? De promotor. Ja. Misschien, maar complimenten want we voor een, Casper. We hebben daar nog een nagesprek. Zeker. Misschien kunnen we dan Casper even uitnodigen in het nagesprekje. Ja, want wij zitten langzaam, wij lopen langzaam tegen het einde van het programma. En dat betekent dat wij hier af gaan sluiten. Ontzettend bedankt dat u hier toch een beetje ook... Het zijn wel persoonlijke vragen, maar toch... Met veel genoegen. Met veel genoegen en openheid daarover heeft meegepraat. Ja. Ik vond het weer hartstikke tof. Ja, een hele leuke middag. Heel leuk. Ja. Dorrit gaat dadelijk flaneren. Misschien mocht u nog in Tilburg zijn, dan gaat dadelijk hier geflaneerd worden. Om 7 uur is er nodig, een flaneer. Ik nodig iedereen uit om te gaan flaneren, want het zonnetje hier, schijnt. Dankjewel. Ja, dus ja, het zonnetje schijnt en het is mooi weer en... Het duurt niet meer zo lang en 7 uur vanaf hier flaneren. Anne, ook bedankt. Vond je het leuk? Ja, bedankt. Ja, ik vond het weer gezellig. Een bijzondere aflevering. Bijzondere aflevering, maar weer helemaal leuk. Volgende week weer een nieuwe en dan hebben we vast weer nieuwe informatie, nieuwe weetjes. De bus van de stad. Heb je nou ook iets? Laat het de redactie van Omroep Tilburg weten. Gaan wij nog even door. Gaan wij nog even door met de naborrel, ook voor de podcast. En dan was dit Tilburg.